Zo gaan we die oude DAF 615 weer eens aanslingeren. Het is altijd goed uitkijken hier op dat drie rivierenpunt. De vrachtschepen die gaan links en rechts, bakboord, stuurboord aan je voorbij. Het is natuurlijk het drukste punt van Europa dit. En het is maandag, dus alles is weer op gang. Ja, hè? We liggen bijna op lage wal. Ja. Maar we moesten even dit verhaal even vertellen. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Je ziet achter mij mijn vader. Die is de spulletjes aan het uitladen. Helemaal klaar voor je nieuwe vaaravontuur. Ja, lijkt wel een verhuiswagen. Ja, dat zat nog net niet door zijn voegen. Nou. Oh, we hebben geen bier bij ons. Nee, hebben we niet. Nee. Morgenochtend vertrekken we. Oh, we zijn net even bij de supermarkt geweest. En we hebben weer genoeg bij ons voor een heel weeshuis. Hoop spannen. Hebben we ook nodig? Ja, dat voor twee mannen en twee honden. Ja, je bent tijd weg. Ja, dat is ook zo, ja. We hadden het eigenlijk eerst zo gepland dat pa maandagochtend aan boord zou komen. Maar het is net zo makkelijk om vanavond al aan boord te komen. Het is nu zondagavond. Slaapt of hier? Hier is het ook redelijk comfortabel. Ja. Toch? Ja, want het is weer ons huisje voor de aankomende tijd. Geen idee hoe lang het gaat duren, maar voordat we in Noord-Friesland zijn. Zijn we alweer even onderweg. Een poosje onderweg hoor. Een poosje onderweg. Het is een flinke route, ja. Ik heb gisteren zitten rekenen, maar klopt het dat het iets van 600 kilometer in totaal zou kunnen zijn? Ja, dus als je 30 kilometer per dag doet, dan ben je al 10 dagen onderweg om er naartoe te gaan. Ja. Dan moet je nog een rustdag nemen. Ja. Jij komt deze maand niet meer thuis. Nee. Tenminste niet meer, ja, dit is jouw thuis. Ja. En dat hoeft ook niet. Ik vind het veel leuker om op pad te zijn eigenlijk. Tuurlijk zal ik Dordt weer missen, want het is en blijft gewoon een leuk plekje. Maar de wereld verkennen is ook leuk. Friesland, de Hansroute die we gaan doen. Oh, kijk uit. Bieren valt bijna van. Beetje rustig lopen. Nee, ik heb er heel veel zin in. Zo, als je op die steiger loopt, dan ga je helemaal heen en weer. Trixie is alweer helemaal thuis. Ja, en nou is niet ontsnapt. Ze is nieuwe plan aan het smeden, dat zie je, hè? Ik weet niet. Nou, dat zie, ik zie het wel. Ja, het wordt wel iets beter om te ontsnappen. Ja? Wat als ze het nog beter ontsnapt? Ja, we zullen het weten, wat ze allemaal gaat uitvreten. Het is nooit saai met Trixie. Nee. Chico kan geen kant op. Chico, zet je klem tussen de boodschap. We hebben al boodschappen een plekje gegeven. Ja. En alle spullen die jij hebt meegenomen. Het is ongelooflijk een hoeveelheid spullen die je mij niet had. En dan ben je maar samen. Ja, ik ben je samen. Je moet heel zinnig zijn. Maar je hebt ook je kindje bij, hè, je hondje. Ja, maar die... Hou ze nog in de gaten. Oh, ze is weer van alles van. En je hebt lekker een zalmpje meegenomen. Ja, met de visboer bij ons het dorp vandaan. Ja. Dat is heel goed. Vis. Ja. Lekker. Dan knal ik straks even de airfryer aan. Gooi we de aardappeltjes in met worteltjes en... Witte saus, nou dat wordt weer smullen. Zo, maaltijd 1 is bereid. Ja, en dat is nog, het is, is nog gezond, oké. Ben je helemaal niet gewend, hè? Nee. Ja. Je raakt er zo wat overspannen van. Nee. Ja, ik heb 35 minuten in de keuken gestaan. Nou, ik ben niet gewend. Ik ben gewoon gewend. Maar ja, maar het ziet er wel lekker uit. En gezond. En gezond inderdaad. Nou, eerste avondmaaltijd. Ja. Eerst binnen. Hartstikke idee. Chico. Hey, dat doen we niet, hè? Trixie? Pa. Hè? Ja. Ja, maar dat deed Trixie niet, hoor. Chico. Ja, nu in dit geval is het redelijk duidelijk wie het gedaan heeft. Ja, daarom. Kom maar hoor, kom maar. Maar we staan beneden af te wassen. Ja. En ik hoor ineens van allerlei kabaal boven. Ja, weinig Chico, kabaal. Nou... Weinig kabaal wordt een beetje voelen. Chico, jongen, het is echt... Nou, dit kussentje, wat een kussentje was... Je ziet hier nog een exemplaar heel. Heb ik dus van de week gekregen. Ik heb 3 dozen vol met leuke woonartikelen gekregen. Van Boutique Deco, dat is een webshop. Hartstikke leuk, daarover binnenkort meer als ik ga verbouwen. Maar ik had alvast dit kussentje neergelegd. Dit kussentje. Verkrijgbaar in de webshop.
Er is echt helemaal niks van over. Ik schaam me te pletten natuurlijk, want ik heb dit gekregen. Of er niks aan de hand is. Shit, heilige boontje uithalen. Ja, ja. Ik heb net even een compleet kussen van. Ja. Ik weet niet wat die kosten, maar Chico, dat doen we niet meer, hè? Nee. Ja. Nou, weer een kussen minder. Ja, maar nee. Ik zag Betrixie, die heeft het echt niet gedaan. Weet nou, ik maar was zij niet de aanstichter van het geheel? Nee. Ze heeft gezegd tegen Chico van, ga jij dat kussentje morgen? Nee, die lag op het gangbord hier. Hij was achter bezig. Oké, dan gaat hij het goed maken met jouw pootje. Ja. Het is ook echt een slijmbal eerste klas, ben je? Ja. Overal. Oh, pluizenzooi. Hoe laat zullen we morgen vertrekken? Uur of 10? Ja, een uurtje of 10 of zo. Kwart over 10 gaat de brug volgens mij. We zien het wel. Ja, joh. Maar nog even wat water tanken. Even 300 liter water erin gooien. Brandstof tanken, diesel. Brandstof inderdaad, even bij Delta hier om de hoek. Ja. En dan zijn we klaar voor de trip. Ja. Vanavond vroeg het mandje in. En de schade is tot nu toe één kussentje. Huh? Wat zal dat meer worden deze vakantie? Ik denk dat ik een lijstje ga bijhouden. Dan krijg je straks de eindafrekening. Als ik ze erg onschuldig zie kijken. Ik denk dat ze het helemaal goed komt. Kees, dat ze niet. Laat het helpen. In dit geval was het de mijne. Dit was een overduidelijk geval. Ja. Ja, ik ga hier Trixie. Hier kom ik niet meer weg. Hier kan ik Trixie geen niets doen. Nee hoor, dat heb ik echt niet gedaan. Maar goed. Nee, maar ze liggen het mooi bij elkaar zo. Zet erin, hoor, Jut en Jol. Ja, Kees. En we vliegen altijd naar jouw hut. Ja. Maar nu hebben ze de hele nacht saampjes gelegen. Op de bank, gezellig. Ja. En ze... Kijk eens. Hadden weinig. Goedemorgen. Zieke. Ja, karabba. Ja. Maar ze hadden weinig blij, want ze hebben van jouw hut. Ja. Ik word helemaal links. Ze laten me helemaal links liggen. Het is 7:10, zoals je ziet. Het is best wel vroeg eigenlijk, hè? Maar jij bent ook altijd een vroege vogel wel. Ik ben er altijd om 7:00. Ja, het is gelijk herrie en alles erop en eraan. Nou ja, dat moet wel. Want gaat mezelf meteen uitlaten. Hij heeft niet geplast. Nee, niet op de boot in ieder geval. Heel goed, Ver. Ja. Heel goed. Het zal niet lang duren, maar goed. Zien we wel, hè? Kijk, ja. Eens even kijken wat het weer ons brengt vandaag. Nou, dat is eigenlijk helemaal zo. Ja, blauwe lucht. Zeker. Ja? Dat water zien, dat is spiegelglad. Nou, lekker kopje koffie. Hè? Nou, zij gaan nog even door. Ja. Oh, ze zijn al helemaal uitgelaten, dat wel. Ja, even spelen. Even spelen. Prima beertje zo. Ja hoor. Heerlijk. Prima, helemaal goed. Ja, ik ga het cabrio-dakje opengooien. Ja, dat kunnen we doen. Dan staan we vandaag denk ik lekker in het zonnetje. Zo, gaan we die oude DAF 615 weer eens aanslingeren. Ik heb trouwens samen met mijn technische man Thijs heb ik het brandstoffilter vernieuwd. Ook het grof filter. En daar zat best wel wat van die smurriezooi in. Die bacteriën. Dat was goed zichtbaar. Dus dat hebben we geëlimineerd. En ook dat brandstofopvoerpompje. Wat een probleem gaf op de Maas. Je hebt het kunnen zien in de vlog. Dat we richting Roermond gingen volgens mij. Nou, dat is dus ook geëlimineerd. Dus ja, ik heb er vertrouwen in dat dit goed gaat komen. Hij loopt weer, dus de motor heeft er zin in en wij ook. Wat wel een beetje jammer is, is dat mijn dieptemeter kapot is gegaan. Ja. En dat hebben we niet op tijd kunnen vervangen. Er zit een hele oude dieptemeter in. Op de een of andere manier is die kapot gegaan. Van NAF. NAF-man zat erin. We hebben dat gewoon niet opnieuw een onderdeel kunnen krijgen. Waardoor die huid-door-huidverbinding, die huiddoorvoer, dan moet je helemaal nieuw gaan bekabelen. En dus je schip uit het water halen. Het water uit, ja. Daar hadden we geen zin in. Ja, nee, dat is eigenlijk wel jammer. Als hard heb je het misschien niet nodig, maar in Friesland, zo bij het Snekemeer, dat is best ondiep hier en daar, hoor. Ja. Dan moet je meer in de vaargeul blijven, denk ik, hè. Ja. Kan je niet voor op het dek gaan staan met een soort stok, dat je gewoon altijd de toestand peilt? Nou, het is wel een manier, ja. Ja. Zo wordt het wel gedaan. Ja. Een peilstok, zeg maar. Ja, is dat een deal? Moet je die wel hebben. Ja. Ik
ik heb geen pijlstok, dus als jij een pijlstok. Nou, dan ga ik die regelen. Ja, die heb je zomaar niet. Nou, motortje loopt dus weer. De hondjes hebben de zwemvest om. En dan zijn we er helemaal klaar voor. Om 10:15 pak ik de brug. En als we daar doorheen zijn gegaan, de passage hebben gedaan, dan ga ik gelijk linksaf, bakboord, hou ik dan aan. Want dan ga ik even diesel tanken bij bunkerstation Delta. Dan ga ik eens even een paar honderd liter erin jassen, want dan zit ik lekker vol. Dat vind ik altijd wel een fijn idee. Dus dat gaan we straks doen. Walstroom is eruit, hè? Ja. Top. Oh, kijk, de buurvrouw komt al in actie. Ja, watertank is vol. En we gaan straks met volle kracht vooruit. Gaan we naar de Delta? Ga je ons ook een beetje missen, of niet? Ja, wat dacht jij? Ja, hè? Ah, ik zie je. Verschrikkelijk. Ja, dat is toch niet leuk? Nee, helemaal niet. Ja, toen jullie weg waren, vond ik ook niet zo gezellig, hoor. Ook nog wel 3 weken. 3? Nou, 4? Nou, ik heb geen idee. Oh, je komt niet meer terug. Ik ben een digital nomad, zoals dat je dat noemt. Dus als ik weg ben, ben ik aan het werk. Nou, ik ga snel op mijn plek staan. Mooi overzicht. Zo, nou, let's go. We hebben zojuist een lange ijzeren brug gepasseerd en nu gaat de Engelenburgerbrug dus open, die tijdelijke brug. En er komt nu een zeilbootje invaren, dus die moeten we even voorlaten en liggen 1, 2, 3, 4 bootjes te wachten. Dus daarna gaan we het haventje uit, maar dat is altijd even tricky, de passage. Het is echt heel smal, dat zal je zien in deze beelden. Kijk eens aan, de directeur hemzelf die helpt ons met afmeren. Lekker bezig. Mag ik 300 liter alstublieft? 300 liter? Ja. Ja. Nou, toch. Komt voor elkaar. Kijk. We liggen dus bij bunkerstation Delta. En hartstikke leuk, zij vinden het sympathiek, de vlogs die wij maken. Dus zij zei, Kees, jij krijgt van mij 300 liter diesel. Hoppakee. Dus ik wil de mensen van Delta bedanken. De directeur hemzelf, Joop, zei, gaan we regelen. Ik vind het hartstikke leuk, die vlogs van jou. We kunnen weer even verder. Top. Het is altijd wat met jou. Ik praat ook wel serieus en dat is voor jou niet altijd bij natuurlijk. Die man zat iedere dag te praten. Altijd. Waar. Hij houdt zijn klep niet. Ja, maar dat is hij ook gewend. Zijn vroegere vak natuurlijk. Ja, dat is ook zo, ja. Altijd een beetje praten. Op zijn dorp. Ja, op zijn dorp. Toch? Ik wil niet opschrijven, maar ik heb in auto's bij elkaar opgeteld 9000 auto's gekocht in mijn jaar. In mijn leven. 9000 auto's? Nou, en dan gaan er ook gesprekjes aan vooraf. Ja, over de kinderen. Wat een leuke kinderen. Ja, lieve kinderen. Zeiden ze dat? Die lastige jong, die zit in die auto, weet je wel. Die zit alles te renoveren. En over de lieve kinderen, tot ze weg zijn. Dat je er 10 kilometers mee vaart zonder... Zonder probleem. Zonder probleem. Dat weet je bij ons nooit. Het is altijd avontuur. Zit hij, kijk, hij zit op zijn knieën. Wat zit je nou mee te doen? Ja, dat gemost hier. Een hele goede deksman. Ja. Dat doet hij alleen voor de film, want straks gaat hij weer koffie zitten drinken. Ja, dan gooit hij weet dat de camera loopt. Oh, ja, ja. Kees vraagt, hij wil werken over. Hij heeft er allemaal bestand van gekregen. Heren, bedankt. Joop ook bedankt. Goeie reis, hè? Jij bedankt, Kees. We gaan weer door naar de volgende bestemming. Goeie reis. Bye. Dankjewel. Hoi. Opvang Oude Maat. Die komt over enkele ogenblikken de Noord in. Subert, Subert, met die mee zijn geboren hier. Met u ook, Subert, Subert? Ja, dat is prima. Het is altijd goed uitkijken hier op dat drie rivierenpunt.
De vrachtschepen die gaan links en rechts, bakboord, stuurboord aan je voorbij. Het is natuurlijk het drukste punt van Europa dit. En het is maandag, dus alles is weer op gang. Maar ik heb het onder controle. We steken hier de Noord op. En dan straks aan het einde van de Noord gaan we de Lek op. Ik zit weer lekker achter mijn roer en heb echt heel veel zin in de aankomende tijd. Geen idee wat voor avontuur ons allemaal staan te wachten. Maar op het water beleef je altijd avontuur. Dus ik heb een beetje de reiskriebels. Ik heb er zin in. Het wordt een hele mooie route. Dus ja, ik kan niet wachten. Heb je er weer zin in? Ja, nou, ik kan door het ruitje kijken. Ja, je kon door het ruitje kijken. Dat is voor het eerst. Nou, inderdaad, het gaat een wereld voor je open. Nou ja, en dan met je zicht. Met je zicht. Weet je waar je bent. We varen nu langs Alblasserdam. Bekend het terrein voor ons wel. Maar dit, ja, die containeroverslag. Dat, nieuw. Vroeger was dat er helemaal niet. Nee, heel nieuwe kade. Heel nieuw. Alleen die kraan. Ja, die is nieuw hoor. Ik denk dat ze die op Marktplaats gekocht hebben. Zou niet? Ja, zoiets. Of uit het Kraanmuseum. De Alblasserdamse brug die is in zicht. En dat is de brug waar we vroeger met het zeilbootje altijd voor lagen te wachten totdat die open ging. En dat duurde een eeuwigheid. Voordat stond er hele file met auto's. Dan lag je te dansen, want dat water is als ik springen. Niet van vreugde, maar wel inderdaad van het onrustige water. Zo. En nu gaan we natuurlijk lekker eronder door met onze 3,70 meter. Dat scheelt. Voor ons die vaart een zeilbootje. Ja, die moet even wachten. Of we moeten aanloop nemen. Ja, als die niet heel veel waarde hecht aan zijn mast, dan kan hij even een tandje bijzetten. Maar dat doet hij denk ik niet. We varen nu langs Oceanco. Waarschijnlijk ken je het wel, maar die maken extreme luxe jachten. En we hebben pech, want ze zijn uitverkocht, er ligt even niks. Maar dit is zo'n mooi bedrijf en mijn wens is stiekem om daar eens een keertje rond te kijken. Waarschijnlijk komt Keesje daar niet binnen met de vlogcamera. Maar het is echt indrukwekkend. Ze maken voor de grootste en rijkste mensen in de wereld schepen. Ja. Pas geleden lag er hier nog eentje, maar nu helaas niet. We maken even een scherpe bocht naar stuurboord. We gaan dus van de Noord af en we draaien zo de Lek op. Nieuw Lekkerland. Ja, dit is eigenlijk een plekje waar moeders altijd stond te zwaaien bij dat bankje daar op de dijk. Hè? Daar. Ja, daar stond ze altijd. Ja. Dus dat is wel even apart, hè? Ja, het is niet anders. Nou, lekker. Twee jankere mannen. Ja. Ja, dat komt in één keer even aan. Ja. Maar goed. Blauwbekken of maakt het uit of regen. Bloedhitte of kou. Ja. Ja, maar goed. Het is ook wel weer mooi om zo te herdenken. Ja, nou, dus tientallen jaren dat we vanuit Steenkerk vaarden. Ja. Richting. Richting Nieuw-Lekkerland of andersom. Ja, ja. Dus, en dan kwam je langs Nieuw-Lekkerland en dan stond ze daar te zwaaien. En dan, op datzelfde plekje. Dan appten we of belden we van. Maar we komen nu langs. Dat had ze dan al lang gezien. En dan stond ze daar klaar, te zwaaien, de arm uit de kom te zwaaien, foto's nemen. Ja. Ja, nee, het is nu even anders, maar goed, ze is in ons hart en ons herinnering. We
varen nu langs een loods van NMC, dat is dus in Nieuw-Lekkerland. Maar een leuk feitje is dat ze daar dus de boot op dit moment aan het bouwen zijn. Nou, het schip, het megaschip van Bill Gates. Die ligt hierin, als ik het goed heb. Dat heb ik uit zeer betrouwbare bron begrepen. En die is dus volledig op waterstof gaat die varen. Nou, je wil niet weten wat er allemaal bij komt kijken. Het is een enorm... Ja, daar kom ik dus niet binnen met mijn vlogcameraatje. Zowel, dan hoor ik het graag. Die hele loods. Maar dat is toch, ja, die hele loods is helemaal... Speciaal voor gebouwd. Speciaal is die loods voor gebouwd, zodat de kiel van het schip... Ja, dat ze daaraan kunnen werken. Het is een ongelooflijk project. Nee? Trixie is nou aan de beurt. Je bent weer met je voedersessie bezig? Ja, maar... Trixie heeft geen zijn moeite op te gestaan. Nee, geen nagen hoe verwend ze is. Nee, ja. Tico doet tenminste nog zijn beste voor, want die zit te bietsen. Die geeft een pootje geven. Ja. Hij werkt er wel een beetje voor. Trixie, welke poot? Trixie? Poot? Trixie? Nee, poot? Trixie? Oh ja, dat denk ik nou, dat ga ik wel leggen. Nou, wat leuk, er gaat een bunkerboot van de vrienden van Delta hier op de Lek. Ja, we zitten nu dus op de Lek, maar we maken even snel een pitstop hier in de haven van Schriftkerk. Daar lag mijn pa altijd met zijn boot. Dan kunnen de hondjes even plassen. Kijk, een roerrijtje. Roerrijtje voor Kees. Ja, perfect. Geniet ervan. Het is hoogseizoen, maar ik heb op dit moment het complete vaarwater voor mezelf. Op zich wel relaxed, maar nou, ik denk dat richting Friesland wel gaat veranderen. Dat het daar wel een drukte van je welstand gaat zijn, wat ook gezellig is natuurlijk. Oh, ik heb mijn kolenblikje omgegooid. En nu, Chico, kijk uit. Chico, er komt cola jouw kant op. Het is een blikje was even opgevallen. Ja. Kan gebeuren, maar... Ja, ik echt. Het heeft nog lang geduurd. We zijn toch al 3 uur onderweg. Zonder te knoeien. Maar het is weer gelukt. Er ligt er even een middagdutje te doen. Ja. Oh, hij is nu weer even wakker. Je liet me schrikken, hè? Ja, ik liet hem even schrikken. De hoogte van Schoonhoven. Zeg, kijk, is dat een nieuw restaurant? Ja, dat wist ik al lang. Wist hij al lang. En toen was hij wakker. Ja. En toen bedacht ik me gelijk, ik moet jullie nog melden hoe ik geslapen heb op mijn nieuwe matras. Nou, fantastisch. Ik ben er heel blij mee. En daarom ben ik ook zo lekker uitgerust. Nee, maar het is echt een heerlijk matrasje met twee nieuwe kussens erbij. Dus... toppie. Ja, we zijn nu Schoonhoven bij, maar van wel op de Lek wordt hier steeds smaller, hè? Ja, maar steeds meer natuur eigenlijk. Ja, ik vind het mooi. Straks komen we langs Nieuwpoort, vestingstadje. Ja, ook leuk. En dan, hier heb je een camping. En een jachthaven trouwens, nieuwe jachthaven. Ja, en... Of nieuw, maar daar hebben Erik en Jan pas geleden gelegen. Oh, ja. Nou, en weet je het ook is? Meer zo'n hele binnenlek daar verderop. Ja. En ja, die uiterwaarden. Het is gewoon mooi natuur. Maar loop ik, daar ben jij geboren. Ja, mijn moeder ook. Zo kenden jullie elkaar ook uit die omgeving. Maar dat is een beetje, daar liggen jouw roots. Ja, mijn opa die heeft daar die uiterwaarden. Dat was vroeger nog niet ontgonnen. Dat heeft hij gedaan. Hij had een hele stuk uiterwaard. Waar die maïs gingen nog verbouwen, bieten en aardappels. Ja. Maar dat is heel vruchtbare grond. En daar had mijn opa best een hele grote boerderij. Door die uiterwaarden. Want daar heb je toch ook een krib en daar ging jij stiekem vroeger altijd vozen. De derde krib. Ja, de derde krib. Met ja. Maar ben ik gemaakt op de derde krib? Nee, ik kijk wel uit. Ik ben wel op de klippen geluid. Op die stenen. Weet je wel van zo'n baksteen dat het zijn? Zo. Die had je nog gevoeld in je trouwens, in de bibs. Trouwens, nog in de leeftijd, toen wist ik geen eens hoe ik dat aan moest pakken. Maar jullie zaten al stiekem te friemelen op de derde krib. Ja, ja, ja. En dan werd je moeder al verrot gestoken.
Er zaten ook heel veel muggen. Oh, door de muggen, ja precies. Ja, ja. Door de muggen. Ja. Vrouw, ja. Even goed begrijpen. Ik zie nog blosjes op je wangen krijgen. Ja. Nou, jawel, maar we hebben ook prettige herinneringen aan. Ja, dan we komen straks langs. Gaan we straks de derde krip aanwijzen. Derde krip ga ik aanwijzen, Derde krip linksaf. We hebben de VW-02 even stilgelegd, want pa zegt, ik moet je even wat laten zien. We hadden het net over die derde krip, maar we zijn er. Nou, daar ligt het dorpje Jaarsveld. Ja. Dat is een heel klein gehuchtje, dat hoorde bij de gemeente Lopik. Hier achter die dijk, waar tegenwoordig waar die masten staan. Ja, daar, die windmolens, ja. Ja, daar ben ik geboren. Mm-hmm. En wij verpozen altijd, toen we een jaar of 15, 16 waren, 14 al. Ja. Hier bij de derde krip, dus 1, 2, derde krip, daar kwam de jeugd van Lopik. Ja. En zwemmen en smiddags, op de Brommer ging je dan toen je 16 was. En op de derde krip s'avonds, daar liepen we dan wel eens toen, dan zaten we het kopje van de krip. Ja. En als ze erg brutaal waren, maar zo waren wij niet opgevoed, dan gingen ze het riet in. Maar wij gingen altijd het kopje van de krip zitten. Ja. Maar wat deed je daar dan, het kopje van de krip? Kijken naar de bootjes die langs kwamen. Ja, samen. Precies. Ja. Weet je, hebben over politiek en zo. Nee, ook niet. Zo ver kwamen we helemaal niet. Dat zat er bij ons helemaal niet in. Maar een beetje viezele vogel. Nou, nee, we keken naar die bootjes die langs kwamen. De ene stond Rotterdam op, de andere Dordrecht. Geloof jij dat? Ik geloof er niets van. Ja, we drijven. Ja, dat was een trolley. Maar oké, we gaan door. Ik vond het leuk om te horen. Ja, hè? We liggen bijna op lage wal. Ja. Maar we moesten even dit verhaal even vertellen. Meer kan ik er ook niet over vertellen. Meer wil ik ook niet wil weten. Ik er niet over vertellen. Meer wil ik er ook niet over weten. Nee. Nou, dat maar goed. De derde krip. Ja, afgevinkt. Ja. En door. En door. Afgemeerd. We liggen voor de sluis. Voor Vianen. We zijn Vianen nog niet ingegaan, maar je ligt hier prima. Je mag hier gratis liggen. Vrij liggen. Ja, en we liggen naast hele vriendelijke mensen met een mooi sleepbootje. Ja. En dan gaan we vanavond eens even Vianen verkennen. Ja. Hè? Ja, Chico, we zijn er. Ze hebben het weer prima gedaan, de doggies. Dat is eigenlijk best wel prima. Je mag hier twee keer 24 uur liggen. Dan lig je dus gratis. Je hebt dan... Ja, geen stroom, maar ik kan wel 1 of 2 dagen zonder stroom als ik een beetje zuinig aan doe. En scheelt je toch weer 30 eurootjes. En je loopt hier zo, volgens mij, hier achter zo, Vianen in. Ga je het doen? Nee, ik niet. Oh, dat is de buurman niet, denk ik. Hij gaat weer weg, ik hoorde een poesroep. Nou, top. Gaan we zo het stadje in.
We hebben zojuist de trossen weer losgegooid voor vaardag nummer 2. Net vertrokken, hè? Vanuit Vianen. Ja. Dat is een leuke stop. Ja, gisteravond even het stadje in geweest. Ja. Lekker gegeten op de voorstraat. Ja, fijn. Ja, dat is hartstikke leuk. Vanmorgen lekker de hondjes uitgelaten. En nu koersen we richting het eiland Maurik. Daar hebben we ook goede verhalen over gehoord. En dat is zo'n 26 kilometer varen. En, niet zo ver. Niet zo ver. Maar dan kun jij wat werken voor mij. Ja, kan ik er even wat monteren. Ja, dat moet gebeuren. Ja. Paris brengt even de fiets op. Kunnen we even ons eigen dingetje doen. Maar het is een beetje vechten tegen de stroom in. We zitten nu op de lek. Is dit nog steeds de lek? Ja, dit is nog de ja, lek. Ja, ja, ja. We krijgen straks de eerste sluis van deze trip. Hier blijft hier, als je het in je hoofd haalt. Nee. We hebben al een keer wat met je meegemaakt. Dat gaan we niet doen. Culemborg. Dit is de spoorbrug van Culemborg. En daar gaat de treintje. Oh ja, er komt daar die trein aan. Kijk hier. Hoi! Toch een leuk plaats hoor, Culemborg. Ja, ja, de auto. Jammer, we gaan er voorbij. We kunnen natuurlijk niet overal aan. Net zoals in Vianen. Ja. Ga je met Vianen, vind ik hoor. Wijk bij Duurstede komen we ook voorbij straks. Ja. Dat schijnt ook leuk te zijn. Ja. Dat is allemaal leuk, Kees. Allemaal leuk. Een snoeppot. Ja. Ja. Kun je niet alles uithalen, nee. Dan groei je dicht. Ja, dat is een goeie, ja. Ja, dat is zo. We zijn pas over 4 jaar terug in Dordt. Kom in één keer een donkere lucht aan. Maar we zijn niet voor één gat te vangen, hè? Nee. We hebben snel de Bimini erop geknald. Het was net even hondenweer, dus we zijn even naar beneden gegaan om daar te sturen. En zijn net voorbij Wijk bij Duurstede gekomen. En daar zie je de entree van het eiland Maurik. Ja. Nou, het is jammer van het weer, maar ja, normaal gesproken moet het hier wel volop leven. Het is echt een recreatieplekje. Kijk daar allemaal van die, wat zijn het, Porto Cabins? Ik weet niet. Zijn het vakantiehuizen? Sorry. Ik hoop dat er niet in zit. Nee, het is ook niet echt mijn cup of tea. Nee. Nou kijk, een, hoe heet dat, een campingtje. Nou, je hebt hier 2 mogelijkheden. Dat is een verenigingshaven. Dat ziet er wat kleiner uit. En deze haven, dan gaan we het maar eens proberen. Dat plekje is voor ons. Nou, we zijn weer aangekomen op onze vloggende bestemming hoor. We liggen dus hier in Maurik, in die commerciële haven. Hierachter is ook een heel groot vakantiepark erbij met een zwemparadijs, alles erop en eraan. Niet echt mijn ding, ook niet die van mijn pa. We hebben ons natje, ons droogje, we hebben net boodschapjes gedaan bij de Spar. Dus we vermaken ons wel. Vanavond gaan we even Maurik in. Het is wel een leuk klein dorpje, dus dikke prima. Wij zitten inmiddels even in de salon. Het was wat minder weer, hè? Kijk, zitten bij zo'n gepraat stel. Als hij zo zit, Chico, dan wil hij eten. Of hij wil iets van hem. Nou, we hebben een gebruikelijk akkerbiertje erbij. Lekker speciaal biertje. Ja. Proost, pa. Chico heeft wel wat lekkers gehad. We gaan de aankomende dagen richting... eerst richting Arnhem en dan... Ja. Zover komen we niet morgen hoor. Nee, zover komen we morgen niet. Het is een beetje zo. Ja, dat wordt... We zien het wel. We zien het wel in ieder geval. Waar het schip is strand. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze vlog. Like even de video. En als je nog niet geabonneerd hebt, doe dat dan eventjes natuurlijk. Hè. Dan zeggen wij zoals altijd... Proost, tot de volgende bestemming. Oké, volgende bestemming.